Welkom bij de Autobaan Formule 1 Show. Vorig jaar ramden Max en Daniel elkaar van de baan. We gaan naar Azerbeidzjan, Baku. De vierde Grand Prix van 2019, Baku straatcircuit. Ik vind het zelf een fantastisch circuit. Er is afgelopen 2 jaar veel gebeurd. Stroll op het podium is alweer 2 jaar geleden. En vorig jaar ramden inderdaad Max en Daniel elkaar van de baan. Gaat dat dit jaar met Gasly weer gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat Pierre niet dichtbij genoeg bij Max komt om dat te laten gebeuren. Eigenlijk wel zielig. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant zal in ieder geval Max de race kunnen finishen op eigen kracht. Dat is mooi. Ja. Waar verwacht je dat Max eindigt? Ik verwacht een spannende Grand Prix. De eerste keer was hij saai. De 2 keer daarna was hij echt spectaculair. Nu de 4e keer verwacht ik wel weer een mooie Grand Prix. Met Max dus op de 3e plek. Het zou echt tof zijn. Ja. Hey, afgelopen maandag hebben we het tijdens de podcast er al eventjes over gehad. De Honda motor, 20 pk erbij. Sommige luisteraars van ons die zeiden dat gaat pas in Barcelona gebeuren en niet in Baku. Nou, het is helemaal rond. In Baku komt die extra 20 pk erbij. Exact. En dat wisten wij bij Autobaan al. Wij doen ons research wel. En dat klopt. Dus los van de 20 pk zeggen ze ook dat hij nog betrouwbaarder en sterker is. Dus dat is heel positief. Daar kunnen we eigenlijk alleen maar heel blij mee zijn. Nu nog hopen dat hij ook daadwerkelijk echt harder gaat. Ja, dat hopen we. Ik ga even advocaat van de duivel spelen, Stijn. Want eerder dit seizoen, zei Hamilton dat de Red Bull nog maar 10 pk achter de Mercedes lag. Ja. Als er dan nu die 20 pk bij komt, betekent dat dan dat Red Bull sneller is in verhouding dan de Mercedes? Nee. Het is een iets ingewikkelder verhaal. Kijk, ik denk ten eerste dat die 10 pk die Hamilton zei niet klopte. Nee. Mercedes zit er echt verder voor. Ik denk eerder aan 50 of 60 pk dat Mercedes er echt nog voor zit. Of zat in ieder geval aan het begin van het seizoen. Waarom zegt Hamilton? Zichzelf indekken. Gewoon underdog positie. Je hebt niks te winnen door jezelf op te hemelen. En je hebt juist alles te winnen door jezelf heel erg in die underdog positie te zetten. En dan vervolgens een geweldige prestatie neer te zetten. Terwijl als je dus al zegt ik ga winnen en je wint, dan zegt iedereen ja. Dat zei je al, dat is niet zo bijzonder. En als je zegt, ja, nee, we gaan het heel moeilijk krijgen. En oh, die andere teams zijn zo goed en die andere rijders zijn zo goed. En die hebben zulke goede motoren. En als je dan toch wint, ben je ineens een held. Ja, dat is zo kut. Net zo. Dus op zich heel slim van Hamilton. Absoluut. Zoals vroeger, hè, heb ik in de podcast ook al gezegd. Maar als kinderen dan zeiden van, ik heb echt niet geleerd voor een toets. En dan vervolgens een 10 halen. Zoals jij toch vroeger? Nee, zoals ik niet. Ik kon me daar heel erg aan irriteren, altijd. Maar dat is dus een beetje... Wat hij dus gaat doen. Ja. Over Hamilton en Bottas gesproken. Gaan ze weer domineren dit weekend? Ja, als je kijkt naar de vorige Grand Prix, dan verwacht je van wel. Nou is Baku een circuit wat Hamilton zeker ligt als rijder. Dus zolang de Mercedes goed presteert, verwacht ik sowieso dat Hamilton hem wint. Mm-hmm. Wat er daarachter allemaal gaat gebeuren, dat kan wel heel spectaculair worden. En heel onvoorspelbaar. Dus dat is moeilijk om daar een uitslag over te geven. Maar Perez werd ineens derde vorig jaar. Het jaar daarvoor was het Stroll die op het podium finishte. Dus er kan zoveel gebeuren. En misschien dat er nu wel ineens een Renault of een McLaren op het podium komt. Dus wie weet. Baku is wel echt een circuit waar we het middenveld vooral echt in de gaten moeten houden. Absoluut. Ja. Hey, gaat Leclerc ook weer teamorders krijgen, denk je? Ja, dat zou wel kunnen. Ik verwacht wel dat hij ervoor gaat staan weer dit weekend. Hij is echt wel goed bezig. Hij is vol zelfvertrouwen en hij heeft het naar zijn zin op de plek waar hij nu zit bij Ferrari. Zoals we net al even bespraken over de underdog-positie, dat is ook een beetje de positie van Leclerc. Die komt er net vers in bij Ferrari. Kleine jongen in een groot team. Heeft pas 1 jaartje per één ervaring. Mag nog fouten maken. Hoeft nog niet de beste te zijn. En is het eigenlijk toch wel al. Dus hij presteert al boven verwachting. En dat bevalt hem heel goed. Dus ik denk dat hij dit weekend weer voor Vettel zal staan. De vraag is dus alleen of ze elkaar in de race zodanig tegenkomen dat Leclerc de instructie krijgt om Vettel er voorbij te laten. Mocht dat zo zijn, dan zie ik dat inderdaad gebeuren. Daarnaast een leuk feitje over Leclerc vorig jaar, nu we het toch over hem hebben. Die heeft de beste race sinds toen de tijd 50 races voor het team van Sauber gereden. Die werd namelijk 6e in Baku. Okay. Die was dus echt, echt sterk daar. Die had het er ook naar zijn zin. Blijkbaar een circuit wat hem ligt. Dus nog meer reden dat hij voor Vettel staat dit weekend. Vet, ik heb er echt zin in. Ja. En wat ook leuk is voor de mensen thuis om te volgen is de Formule 2. Want dat is nog veel spectaculairder. Nou ja, dat weet je eigenlijk niet. Maar over het algemeen is de Formule 2 toch veel spannender dan de Formule 1.
Ja, vaak wel. Baku wel. Ik kan dat echt absoluut iedereen aanraden. Kijk alvast de Formule 2 race voordat je de Formule 1 race op zondag gaat kijken. En op zaterdagmiddag na de kwalificatie is de eerste Formule 2 race. Ook leuk om te kijken. Ten eerste, we hebben Niek de Vries, Nederlander. Nederlands succes met een beetje geluk. Sowieso leuk om te zien. En ten tweede, het zijn echt de spectaculairste races van het jaar. De Formule 2 in Baku. Dus als je tijd hebt, ga lekker kijken. Je gaat je echt niet vervelen. Schumacher is er ook wel eentje om in de gaten te houden. Absoluut. Stijn, Baku, straatcircuit, een enorm lang recht stuk. We hebben ze natuurlijk al een beetje. Hoe lang is die? 2,2 kilometer. Goed zo. Ja, ik heb wel ervaring met zulke grote dingen. Nee, maakt niet uit. Waar kunnen we de actie verwachten? Dat is heel simpel. Dat is aan het eind van dat 2,2 kilometer lange recht stuk. Het is niet helemaal een recht stuk. Er zitten een paar knikken in die allemaal wel vol gas zijn. Maar de auto's komen er extreem hard aan. En zeker na een safety car periode, wanneer de banden wat zijn afgekoeld. En ze dus met 300, volgens mij 350 ongeveer, aankomen. En dan moeten remmen voor die hele langzame linker eerste bocht. Zul je heel veel blokkerende wielen, auto's die rechtdoor schieten, die over elkaar heen of in elkaar klappen zoals ze bij Vettel of bij Verstappen en Ricciardo vorig jaar zagen. Dat is echt de plek waar de actie gaat gebeuren. Ja, vet. En ik vind het ook gewoon cool. Ik vind het gewoon cool omdat het een straatcircuit is. Ja, leuk verhaal. Ja, van het echte circuit gaan we naar het sociale circuit. Stijn, heb je nog wat leuks kunnen vinden op Instagram? Zeker, we hebben een paar leuke dingen om te bekijken. We beginnen eventjes met de post die de Formule 1 eergisteren op zijn of haar Instagram zette. Dat was namelijk dezelfde dag als de première van Avengers The Endgame. Ja. Dat is een film, een Hollywoodfilm. En die hebben een hele mooie poster met hun Hollywoodsterren erop. En daar heeft een Nederlands jongen, dat is een leuk Nederlands tintje aan het verhaal, heeft daar een aanpassing op gemaakt. Die heeft de hoofden van de Formule 1-coureurs erop geplakt. En nou ja, dat is toch leuk. Leuk gedaan. Ja, absoluut. En voor degene die geïnteresseerd zijn naar het hele verhaal, dat staat op autobaan.eu. We hebben een exclusief interview met de maker van deze poster gehad. Dus als je geïnteresseerd bent, kan je eventjes gaan kijken. Lewis Hamilton, die had ook nog even tijd om tussendoor naar Coachella te gaan. Het influencer festival van de wereld. En daar was hij met een paar van zijn muziekmakende rappervrienden. Werkt blijkbaar goed voor hem, hè? Een beetje dat ontspannen tussen de races door. Hij gaat wel vaker op stap of naar feesten, naar modeshows. New York Fashion Week, Paris Fashion Week, weet ik wat allemaal. Is hij overal te vinden en dan het weekend erop toch weer een Formule 1 race rijden. En vaak ook winnen. Toch knap. Ja, Hamilton is van alle coureurs wel echt de meeste influencer boy achter. Ja, absoluut. Volgens mij heeft hij inmiddels ook 10 miljoen volgers op zijn Instagram. Dus by far het grootste bereik van alle coureurs. Ik denk wel meer dan alle 19 andere coureurs bij elkaar. Maar het contrast met een Hamilton of een Kimmy is natuurlijk ook enorm. Absoluut. En Kimmy die maakt volgens mij allemaal uiteindelijk geen reet uit. Zijn vrouwtje doet het toch? Die klopt, ja. Die beheert dat inderdaad. Ja. Ja. Dus je ziet tegenwoordig veel foto's van zijn vrouw. Dat hij zo gezellig met haar heeft en zo van de hout. Of zijn kindje natuurlijk. En dat verwacht je niet zo bij de icoon als je hem ziet. Hè? Nee, hè? Tot slot hebben we nog een leuk filmpje van Carlos Sainz. Die zijn reactievermogen en hand-oogcoördinatie aan het testen is. Dat doet hij met een bandje om zijn hoofd met een elastiekje en een balletje eraan. Gaat hij een beetje heen en weer tennissen. En ik snap dat wel. Dat is gewoon eventjes een beetje je reflexen wakker maken voordat je straks met 300 plus over de baan moet scheuren. Ja. Dus doet hij goed. De Grand Prix van Nederland Journaal. Ja, het spant echt al. Het hangt echt al maanden nu in de lucht. En er is weer wat nieuws, zoals in Miami. Daar zou ook een Grand Prix komen. En dat zou dan in de binnenstad van Miami zijn. Maar er zijn nu allemaal inwoners die gaan ervoor liggen. Die willen dat niet. Dus dat heeft wat vertraging. En onderaan de streep biedt dat weer nog meer perspectief voor Nederland. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk nog steeds hartstikke veel geruchten voor de Nederlandse Grand Prix. Nu zijn er zelfs geruchten dat die al getekend zou zijn. En dat het eigenlijk al helemaal rond is. Er is nog niks officieels naar buiten gebracht daarover. Persoonlijk denk ik wel dat het ook echt zo is. Ik geloof best dat het eigenlijk wel rond is. En ik snap ook dat ze daar een beetje mee wachten tot een goed moment is om dat naar buiten te brengen. En ik vind het geweldig. Hoe leuk is het als we een Nederlandse Grand Prix hebben volgend jaar? Dat is top, maar ik word een beetje chagrijnig van het feit dat het zo lang duurt. Ja, maar dat is op zich ook goed, want daarmee bouwen ze die spanning nog meer op. En dan extra mooi en extra veel media-aandacht als hij dan uiteindelijk een keer wordt het bekendgemaakt. Ik heb er een beetje over gespeculeerd met Koen. Koen is journalist, weet heel veel van auto's af, Formule 1, zit in onze podcast. Ja.
En we hadden een beetje samen, waren tot de conclusie gekomen dat ze het misschien wel bekend gaan maken tijdens de Max Verstappen racedagen. Ja, dat zou helemaal niet gek zijn natuurlijk. Op Zandvoort, met Max Verstappen in de hoofdrol, die hopelijk ook in die Grand Prix de hoofdrol gaat spelen. Ik snap het wel, ja, het is een goed moment. En veel Nederlandse toeschouwers op dat moment, veel pers, ook internationale pers aanwezig. Dus zou me niks verbazen. Maar goed, het is een suggestie jongens, dus we weten het niet. We merken het vanzelf. Zo, dit was hem alweer. Voor de top 3 kun je onze podcast luisteren. Ik ben wel benieuwd, wie zet je op nummer 1? Hamilton. Een beetje veilig, maar hij is toch wel heel dominant op dit circuit. Hij zit er goed in. Hamilton wint. Ja, dat is heel saai, maar ik denk dat oprecht ook. Ik vind Hamilton... Is makkelijk. Ik zeg en dat gewoon kopiëren. Prima. Mag. Goed. Mag. Jullie weer vreselijk bedankt voor het kijken. We racen zondag om 2:50. Waarschijnlijk met een klein katertje van Koningsdag. Geniet ervan. En voor de echte bikkels, om 11:00 geloof ik, de Formule 2 race. Ja, en lieve mensen die het allemaal kijken, ik wens jullie een fantastische Koningsdag. En nog een vele mooiere Grand Prix Baku. Het morgen een regenachtige dag. Op moe.